Goedemorgen, Majesteit. Fijn dat u er bent. Welkom. Ik ga u voor. Goedemorgen, Majesteit. En wie is een beter voorbeeld voor deze meiden dan onze eigen koningin? Maxima kwam langs bij de Young Lady Business Academy in Heergewaard. De gratis opleiding stoomt jonge dames met verschillende achtergronden klaar om topfuncties te bekleden. Tijdens de Academy werd ik heel erg geïnspireerd door de verhalen van de succesvolle zakenvrouwen en politici. Nog maar 1 jaar bestaat de Academy. Het bezoek van Maxima is dan ook een grote eer. Want normaal gezien zou iets als dit misschien 5 jaar moeten bestaan om dan de koningin bij je op bezoek te krijgen. Maar ik heb het binnen 1 jaar al voor elkaar gekregen. En dat geeft ook wel aan hoe belangrijk de issue is van meer vrouwen in topposities krijgen. En dat de koningin dus ook dat heel erg omarmt, dat daar iets in moet verbeteren. En Noord-Holland zit vol met ambitieuze young ladies. Ik ben Janneke, ik ben 17 jaar, ik kom uit Castricum en over 5 jaar heb ik de eerste stap gezet om CEO te worden van een multinational. Ik ben Carlijn Rood, ik ben 21 jaar en ik kom uit de Goren en over 5 jaar ben ik de beste slaagsvrouw van Noord-Holland. Mijn naam is Megan, ik ben 19 jaar, kom uit Bergen en over 5 jaar heb ik mijn eigen reisbureau waarmee ik reizen naar Dubai organiseer. Mijn naam is Danielle, ik ben 18 jaar, ik kom uit Wieringenwerf en over 5 jaar ben ik teammanager van een Formule 3 team. Ik ben Sophie Brugman, ik ben 18 jaar, ik kom van het Waddeneiland Texel en over 5 jaar is mijn bedrijf Trouwe Texel nog groter en succesvoller. En tussen al dat vrouwengeweld hield de enige man zich kranig staande. Ja, nou ja, toch fantastisch. Zoveel jonge meiden, maar ook vrouwen met ambitie. Je kunt het niet beter hebben. Ik zei grappenderwijs, ik ben hier de enige man met ambitie. En dat is wel eens mooi, toch?